Geen cel, maar TBS met dwangverpleging. Dat is de straf die een Arnhemse vader krijgt voor het doodsteken van zijn zoon Bekiro. Goedenavond en verder in het nieuws vandaag. Hij heeft nog maar net zijn brevet en toch mocht hij al een parachute springen ter ere van 75 jaar herdenking Market Garden. Dus het is belangrijk dat iedereen wel beseft dat daar veel moeite voor is gedaan. En Gelderse hondenbezitters moeten hun dier aan de lijn houden. Loslopende honden zorgen namelijk voor veel stress bij schapen. Verplicht om je hond aangeleid te houden. Dus... De vader die in december vorig jaar in Arnhem zijn 12-jarige zoon Bekiro met een zwaard heeft doodgestoken, krijgt geen gevangenisstraf. Wel moet hij verplicht zich laten behandelen in een TBS-instelling. Dat besloot de rechtbank in Arnhem vandaag. De rechtbank komt tot dit oordeel omdat zij vindt dat meneer volledig vanuit een psychose heeft gehandeld. En iemand die onder invloed van een stoornis handelt, kun je iets niet toerekenen of kun je zo'n daad niet toerekenen. En dus kun je hem volgens de wet ook geen straf opleggen. Ja, onze verslaggever Annemieke Schakelaar was vandaag bij de uitspraak en staat nu voor de rechtbank. Annemieke, geen celstraf, wel TBS. Betekent dat deze man weer snel buiten staat? Eigenlijk kan ik daar geen antwoord op geven, want dat hangt volledig van zijn behandeling af. Wel is duidelijk dat deze man volgens de psychiater een ernstige stoornis heeft. Hij zegt demonen te zien, stemmen te horen in zijn hoofd die hem ook vertelde zijn zonen te doden. Dus zijn behandeling gaat waarschijnlijk jaren duren voordat hij weer buiten staat. De rechter benadrukte nog wel dat het leed dat deze man heeft veroorzaakt nauwelijks te bevatten is. En dat het vooral voor zijn oudste zoon verschrikkelijk moet zijn om met de herinnering te leven dat zijn eigen vader zijn jongere broertje met een zwaard doorboorde en daarna met dat bebloede zwaard achter hem aankwam om hem ook te doden. Maar hoe verschrikkelijk ook, zegt de rechter, omdat deze man volledig vanuit een psychose handelde, is hij daarvoor niet te straffen. Nou, de verdachte accepteert volgens zijn advocaat het feit dat hij gedwongen behandeld moet worden in een TBS-instelling. En zijn moeder, de oma van Bekiro, hoorde het allemaal huilend aan. Ja, afschuwelijk. Annemieke, dankjewel. In kleding die parachutisten 75 jaar geleden ook aan hadden tijdens operatie Market Garden zijn leden van de Parachute Group Holland vanochtend uit een Dakota gesprongen bij Wolfhezen. Onder hen ook de jongste parachutist, het is de 16-jarige Lars. Hij was toch de ene laatste? Even na tienen, vanochtend op een grasveld buiten Wolfhezen. De familie van de 16-jarige Lars Gerritsen staat vol spanning te kijken hoe hij uit een Dakota springt. Woehoe! Het is een hele ervaring voor hem en voor ons. Ja, super vet. Eerste keer uit in Dakota, echt een geweldige ervaring. Een ervaring die hij bijna gemist had, omdat hij zijn parachutistenopleiding nog moest afronden. De dropping is georganiseerd door de Parachute Group Holland, een vrijwilligersorganisatie die uit respect voor de geallieerde parachutisten tijdens de herdenking van Market Garden in de uniformen van 1944 springen. Ik heb een zogenaamde Dennissen-smok aan. Daarbij een paratroop trousers. Die zijn speciaal, want je kan hier in de zijzak kun je ook nog een vechtmes wegstoppen. En uiteraard de springlaarzen erbij. En op het moment als je in die kist ziet en je ziet er rijen opkomen, dan denk je toch van, wat moeten die jongens gedacht hebben in 1944? Dus het is toch altijd wel een klein bewogen moment. Dit is de reden dat de leden van de Parachute Holland Group ieder jaar met Market Garden doen wat ze doen. Het is belangrijk om de herinnering levend te houden. Door die mensen kunnen wij hier nu vrij staan. Dus het is belangrijk dat iedereen wel beseft dat daar veel moeite voor is gedaan. De mannen en vrouwen van de Parachute Holland Group springen morgen ook op de Ginkelse Heide. Ja, en op de Waal bij Nijmegen werd vanmiddag de Waaloversteek herdacht. Net als in 1944 tijdens de operatie Market Garden werd met bootjes de rivier overgestoken. De helft van de 260 Amerikaanse soldaten sneuvelde of raakte gewond destijds. En na het nieuws kunt u kijken naar een speciale live-uitzending vanaf de Grote Markt in Arnhem, waarbij uitgebreid wordt stilgestaan bij operatie Market Garden. Loslopende honden, het lijkt een groeiend probleem voor schapen. Schaapskuddes in Gelderland waarschuwen hondenbezitters hun dieren goed aangelijnd te houden. In deze periode zijn de schapen namelijk ook nog eens drachtig.
het is niet alleen van de afgelopen weken of de afgelopen weken. Het gebeurt natuurlijk al heel erg veel en ook heel erg lang. En we hebben daar als schaapskudde hebben wij daar last van. Loslopende honden. De herders van de Redense schaapskudde kunnen erover meepraten. Een loslopende hond heeft woensdagmiddag schapen aangevallen. De hond wist tijdens de aanval een schaap los te krijgen van de kudde. Het dier is uiteindelijk met de schrik vrijgekomen en later ook weer gevonden door de herder. Maar de hond heeft veel stress veroorzaakt bij de ooien. En veel van de dieren zijn ook nog eens drachtig. Ja, het schaap is weggerend. Dus door de bossen terug hier naar de kooi uiteindelijk. En, maar ze heeft wat schrammen. Gelukkig is ze niet gebeten. Ze heeft ook geen gebroken poot. Ze is wel drachtig. Hè? De ooien zijn nu drachtig. Dus we weten niet wat er zo meteen nog gaat gebeuren. Want zij is natuurlijk ook heel erg geschrokken. Wat kan er dan gebeuren? Nou ja, je kan een miskraan hebben. En er zijn meer voorvallen zoals in Rhede. Vorige week overleed bijvoorbeeld nog een schaap van de kudde in Neede. Na stress door een loslopende hond. Een tweede schaap was er slecht aan toe. De schaapskooi in Rhede waarschuwt dat honden aangelijnd moeten zijn. Het is ook gewoon verplicht om je hond aangelijnd te houden. Dus eigenlijk zou het geen oproep hoeven zijn. Zometeen. In Oosterbeek kwamen vanochtend verhalen uit de Tweede Wereldoorlog tot leven. Bij zonsopgang werd de voorstelling van nacht naar dag gespeeld. En die bombardementen, ja, ik voel het. Een docent van het Gerrit Komrij College in Winterswijk moet weg bij de school. Omdat er tijdens zijn les foto's van een mannelijk geslachtsdeel werden geprojecteerd in het klaslokaal. Het incident vond begin deze week plaats tijdens een les voor brugklassers. De man, die al 10 jaar voor de klas staat, zat eerst met een time-out thuis. Nu blijkt de situatie onwerkbaar geworden. In en om de school is er ongewild. Door datgene wat er gebeurd is, is er toch een situatie ontstaan waardoor zijn werkomgeving niet meer werkbaar voor hem is. Ondanks het feit dat hetgeen er gebeurd is, ja, per ongeluk gebeurd is en zeker geen bewuste opzet is geweest, hebben we toch gemeend om van elkaar afscheid te moeten nemen. Bij een verkeersongeval op de N18 bij Harreveld is vanochtend een automobiliste om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde rond 11 uur op de weg tussen Harreveld en Heelweg. Een auto en een vrachtwagen kwamen met elkaar in botsing. Getuigen zeggen dat de auto op de verkeerde weghelft reed. 200 jongeren liepen vandaag door Wageningen voor het klimaat. Ze liepen mee met 5 klimaatstakende scholieren tijdens hun eerste etappe van een 8-daagse stakingsmars. De March for Future is 120 kilometer lang. De 5 hopen volgende week vrijdag in Den Haag aan te komen voor de grote nationale klimaatstaking. Ik loop mee met de March for Future omdat ik vind dat er een beter klimaatbeleid moet komen dan dat we nu hebben. En omdat er nu actie moet worden ondernomen als we nog een toekomst willen hebben. Het veranderende klimaat heeft ook zijn effect op de bomen in Gelderland. Meerdere droge seizoenen zijn funest voor sommige soorten. De provincie houdt daarom extra inspecties bij bomen die daar veel last van hebben. Zoals bijvoorbeeld hier in het bos bij Ede. Deze bomen hebben naar aanleiding van de inspectie een extra jasje gekregen. Net als een mens dat in het voorjaar opeens in de zon verschijnt, kan de stam verbranden. En dat kan het eind van die beuk betekenen. En op deze manier beschermen we hem. Alsof we hem inderdaad een t-shirt hebben aangetrokken. En dan kan hij langzaam wennen aan de zon op zijn stam. En tegen de tijd dat de jute vergaan is, moet hij er tegen kunnen. In totaal worden er in Gelderland 300.000 tot 400.000 bomen geïnspecteerd door de provincie. Het gaat om bomen die vlak naast provinciale wegen staan. In principe wordt elke boom eens in de 3 jaar gecontroleerd. Tenzij hij een gevaar vormt of een ziekte heeft. Dan wordt de controle vaker uitgevoerd. Door op de boom te kloppen wordt onderzocht of er problemen zijn. Zitten de holtes in? Zien we paddenstoelen, zien we zwammen, zwamaantasting. Nou, in deze boom zien we zonnebrandschade. Je ziet dat de bast er dus echt afgebrand is. Maar bij deze hebben we de afweging gemaakt om hem niet in te pakken, omdat dit al de vrij oude schade al is. En de boom heeft het zelf al opgelost door de takken wat meer te laten hangen. Dus de boom doet zelf ook wel zijn best om de eigen te beschermen. Uiteindelijk dienen de controles één belangrijk doel. Voor de veiligheid, die boom hierachter. Als deze omvalt naar links of naar rechts en op de weg komt en er rijdt een auto, dat willen we niet hebben. Haar voorstelling begint als de zon opkomt.
en gaat over oorlog en vrede. In het kader van de 75ste herdenking van Market Garden vertelt actrice Querine Melson waar gebeurde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, afgewisseld met muzikale intermezzo's. Zoals vanochtend in Oosterbeek. Wilhelm Boker was van 1942 tot en met 1945 Hauptsturmführer in kamp Auschwitz. Ja, het zijn vijf verhalen die ik vertel. Onder andere ook het verhaal van mijn moeder, die tijdens de Slag om Arnhem hier in Oosterbeek heeft gezeten. Het zijn persoonlijke verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, maar ze zijn eigenlijk nog steeds op nu toepasbaar. De oren van mijn moeder zijn doof van het granaatvuur. En het zal nog weken duren voordat ze weer iets zal zeggen. Wat vond u er zo mooi aan? Nou, heel indrukwekkend. Ik heb zelf als klein kind de oorlog meegemaakt. En die bombardementen, ja, ik voel het. Dat alles weer hetzelfde is. De voorstelling Van Nacht Naar Dag is aanstaande zondag nog te zien in Stadsvilla Sonsbeek in Arnhem. Daarna toert Querine nog langs verschillende theaters in ons land. En dan gaan we naar het weer met Alfred Snoek. Vandaag begon de dag fris. Temperaturen die aan de grond zelfs lokaal waren gedaald tot rond het vriespunt. Een beetje rijp is er her en der zelfs zichtbaar geweest. Maar daarna was het de beurt aan de zon. En die zon die zorgt ervoor dat de temperatuur vandaag toch aardig wist op te lopen. Een hoogdrukgebied is aan zet. En dat zorgt ervoor dat de meest actieve gebieden met bewolking en buien boven het zuiden van Europa deels zijn terug te vinden. Ver op de Atlantische Oceaan. En de bewolking die over Nederland schuift, dat is vrij inactieve bewolking. Als we inzoomen op Gelderland, dan zien we dat er in Gelderland vandaag geen bewolking aanwezig was. In het uiterste noorden van de provincie was er verder noordwaarts misschien wel wat bewolking vanaf Noord-Nederland te zien. Maar het stelde allemaal weinig voor. En die bewolking die trekt de komende uren weg, zodat het ook vanavond en vannacht helder is en blijft in Gelderland. En het kan afkoelen naar zo'n 5, 6 graden op de meeste plaatsen. De Achterhoek misschien nog net iets lager, 3 of 4 graden. Verder kan er een enkele mistbank ontstaan. Er staat nog maar weinig wind. Morgen begint de oost- tot zuidoostenwind wat aan te trekken. In de middag matig van kracht, windkracht 3 over het algemeen. En daarmee wordt warmere lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 23, 24 graden met eigenlijk alleen maar zonneschijn. Wolken zijn er morgen nog niet te zien. Zondag een graadje warmer, gemiddeld zo'n 25 graden. Veel zonneschijn, later wat meer bewolking en misschien in de avond al een eerste bui. En dat is dan het begin van een wisselvallige periode begin volgende week, waarbij het af en toe nog wel zo'n 20 graden kan worden. Tot zover het Gelders nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze app en op de site gld.nl. Daar vindt u ook het verhaal van Benjamin die een stuk plastic in zijn broodje bapao vond. De supermarkt waar hij het broodje gekocht heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. Ik wens u nog een mooie avond en graag tot morgen.